Ja, ik lig zeker wel eens wakker van mijn zaak en meermaals per maand. Ik denk dat ik ook niet de enige ondernemer ben die wakker ligt van zijn zaken. Study shows that 86% of Belgian entrepreneurs don't sleep well. They worry about the legal side of their business. A great opportunity for the Flemish lawyers to put this sleepless time to good use. Just one day before the National Day of the Entrepreneur, we launched the Night of the Entrepreneur. This night, each sleepless entrepreneur could Skype with our team of lawyers for free legal advice. We adapted our media so that every entrepreneur still online after midnight was targeted by our pre-rolls. Heb je daar een patent op gepakt? Want er moest er maar eens een zijn die handig is met computers. En weg is het idee, hè? With just one click, entrepreneurs could talk to our team of lawyers about what keeps them awake at night. Each caller had 15 minutes to discuss their case with a lawyer. Needless to say, with over 150 callers, our lawyers were in for a long and sleepless night. But it was worth the effort. In PR, they talked about our campaign day and night. Want we willen het hebben over ondernemers die 's nachts wakker liggen van de problemen. 9 op de 10 ondernemers zeggen dat ze 's nachts wakker liggen omdat ze zich zorgen maken over hun bedrijf. Daarom organiseerde Unizo en de Orde van Vlaamse Balies gisteren de Nacht van de Ondernemer. En ik stel u de vraag, ligt u wel eens wakker van uw zaak? Absoluut. Ik heb dat een aantal gevallen al meegemaakt dat ik dacht van, oh, dat ik een advocaat bij dat probleem heb betrokken. Meer dan 100 mensen hebben ook echt gebeld afgelopen nacht. En ze zijn ook geholpen. Hopelijk konden ze nadien dan weer gewoon voortslapen. Case of the sleepless entrepreneurs, closed.